Goedemorgen, het is donderdag. Goedemorgen en vandaag hebben we Mila thuis. Jij hebt puzzelstukjes, zijn lekker aan het puzzelen. We zijn zo lekker heerlijk aan het puzzelen. Puzzel, puzzel en een puzzel. Oh, no. Jongens, ik maak de paas af van oma Steef. Ja, ze zegt gezondheid. Ze zegt dat het oma Steef is. Niet mijne. Vandaag gaan we naar Jet, onze kapster. En Mila gaat mee. Ze heeft 1 keer haar hebben gedaan bij Disney. Dat was haar eerste kappersbezoek. Nou, dat was echt legendarisch leuk. En vandaag gaat ze dus weer naar de kapper. En wij hebben altijd, als wij Mariette zijn, dan zijn we er altijd echt 3 uur. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar ja, voor haar even een beetje pintjes knippen en zo. En ze heeft er helemaal zin in. Yes, kapper, yes! Ontbijtje. Twijfelde ook mijn wenkbrauwen nu moet wassen of niet. Ik had gisteren om... Laat ik die afspraak. 12. 12, meestal moet je 24 uur. Het is nu 9:15. Ik ga nu douchen en dat maken of niet. Ik huis nog heel even droog. Outfit. Ik denk met laarzen straks. Girl of the day. Fresh. Ik hou je dat soms hebt, dat je zo'n fase hebt dat je... Wat ik er echt heel vaak draagt. Tijd om het speelgoed ook uit te zoeken. Terwijl we zien kijken. En ook verder ons kookboek. Vandaag deadline. Ik weet niet hoe anderen dit doen. Met thuiswerken. Terwijl het kind ook thuis is. Zeg maar. Ik heb geen idee. Ik probeer het scherm er zo uit. Dat zegt al genoeg. Alles hier. Everywhere. Speelgoed. Dingen. Ik vind het ook veel te gezellig. Toch mop? Ja. Het is veel te leuk. Boekje. Wil je een boekje lezen? Ja, natuurlijk wil ik dat. En het is gewoon, het is zeg maar, working mom life is ook dit soort situaties. Om bij te komen, staat er nog. Baba. Ja. Baba. Ik ben precies te zijn 1 pagina verder gekomen ongeveer. Oké, Gregor is er. Ik kan nu hier en verder. Jongens, airfryer tips. Wij werden al een beetje uitgelachen om onze airfryer tijdens onze kookdagen. Is dat zo? Ja, hij maakt een gek geluid. Het is altijd een beetje... Oké, we hebben deze echt al heel lang. Heel veel gebruikt. We hebben in ons oude, echte oude huis, zeg maar. In Den Haag hadden we die wel. Het is de XL van Philips, maar het is een hele oude versie. Kijk even die knopjes. Ik weet dat die veel mooier is. Maar er zijn hier zoveel airfryers. Wat is de beste? Ik heb geen interesse in die met die dubbele bak. Ik weet dat superveel mensen... Die Ninja. Ja, ik weet dat... Ik vind hem wel heel cool en zo, maar... Ik zou niet weten waarom we een dubbele bak nodig zouden hebben, eerlijk gezegd. Ja, of mis ik iets? Bij het kookboek was het best handig. Ja, oké, maar... Ja, dat klopt. Toen hebben we een paar momenten gehad dat we dachten... twee zou wel handig zijn, maar... Hoeveel pollenbakjes heb jij al niet? Heel veel. Maar als iemand een tip... Want ik ben even out of the loop wat, zeg maar, de cool airfryer is. En... Komt er misschien een nieuwe rij? Weet je wel, voordat we nu nieuwe XL bestellen en dan over een maand net voor de feestdagen... Zoals de stofzuiger die we hebben gekocht. Ja. We hadden een nieuwe Dyson gekocht en een week later kwam de nieuws uit. Dat je denkt, dus als iemand een suggestie heeft... wij doen wel altijd als we airfryer... Ik wil niet een mini, zeg maar. We zijn met z'n drieën, maar... Ik vind dat wel fijn als wat ruimte is. Ik vind dat, ja, niet een mega, maar wel gewoon... En dan, ja, het moet ook wel een beetje mooi zijn. Goed, tips? Welkom bij de comments, want deze begeeft het echt. Oh, die dagen ook. Lekker. Hij is nu stil. Maar normaal doet hij de eerste keer. En wie zei nou als je echt zo... Wat is dat geluid? Wij, oh, dat is onze airfryer. Dat is onze airfryer. Dat is zo. Hoezo, is toch normaal? Lekker. We hebben ook nog deze. Welke? Oh ja, die kan ook, ja. Oh, die doen we natuurlijk. Maar ik ga even zoeken wat die winkel is. We gaan naar de kapper. Naar de kapper. Mila zegt ik hou van de kapper. Dus we gaan naar Jetso. Ik heb het boek af. Althans, er moeten nog 2 tekstjes in. Maar dat is het enige. En verder helemaal af. Als
kookboek. We hebben er al bij gewerkt. Ik heb ook teksten zitten schrijven tussendoor. En zo. Dus, oh. Mijn outfit. Mijn zilveren jas, gestreepte shirt. Deze. Oh yeah, let's go. Let's go, 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 go. Oké, we zijn bij Jet. Mila en ik matchen met ons. Het is zo cute. Kijk nou. Kom, Mila, kom. Oh, ze gaat voor het eerst naar Jet. Je hebt er zin in, hè? Ja. Kom maar. Ze kloppen nou. Hier, Mopie, hang maar vast. Zo. Kom maar. Ga maar filmen. Even het schermpje kijken. Hij staat aan, hè, schat? Hij staat aan. Je verhoudt de camera, mevrouw. Moet je even je handje voor de lens weghalen? Ja, zo, kijk maar op het schermpje. Doe ik het goed? Ja. Ja? Zo? Ja, kijk maar. Doe maar. Zo, kijk, kijk, kijk. Een verfje daar. Talent, hoor. Ja, nou, al die vingers op de lens. Kom maar. Wat gaat daar, Moppie? Wil je er zelf op even? Kijk, en dan doen we Jet gaat dan kleur maken. Ik vind het zo leuk. Kijk, doen we een beetje bijeen. Nou, kijk nou. Jet, hoeveel haar? Niet normaal, toch? Toch? Kijk dan. Dit is echt B3 en dan heb je gewoon al meer haar. Ik ben jaloers. Dan, ja. Een vlechtje. Oh jee. Yeah. Ja, dan heb ik een moeder die ook heel goed is. Dat is wel Ik ben heel benieuwd wat je gaat maken. Oh yes, Jet skills. Wauw, je zet niet eens een baan. Je doet hem gewoon uit de losse hand. Je hebt me vandaag gehoord. Ja, maar ik bedoel meer van de zijkant. Wat knap. Ik ga van hier naar voren doen. Ja, maar jij trekt gewoon met je nagels zo die baan daar. Dat vind ik echt knap. Ik moet dit echt sectionen, zeg maar. Oh, ja. Anders dan gaat het helemaal mis. Oh my god, kijk nou. Wauw. Kijk. Vindt hij dat lekker, denk je? Heb jij uitgekozen? Heb je wel goed gekozen? Dan gaan we shoppen. Zo so cute. Ja. Ja. Oh. Doe jij de achterkant zo mee, zo hier? Oh, dat doe je goed. Wil je niet bij mij werken? Ja, dat is wel leuk. Jongens, Jet tilt ineens dat plukje op. Dat heb ik nog helemaal niet verteld. En ja, hij zit hier volgens mij ergens aan die kant. Ik heb dat nog helemaal niet aan Jet verteld. Het korte plukje. Nee, wacht even. Kijk hoor, hier ergens hier zat hij. Ja. En ik zeg, oh, dat heb ik je helemaal niet verteld. Ik had toch mermaid hair gemaakt. En Jet zegt gelijk. Maar echt, elastiekje doorgeknipt op een verkeerde manier. Ja, ze zegt, je hebt toch niet een elastiekje doorgeknipt. Ik sorry. Ja, ja, daar is hij. Maar ik moet zeggen, hij valt lekker weg in mijn haar. Ja, zeker. Geeft lekker volume. Ja. Maar hij is ietsje langer. Ik ben hem aan het bijhouden hoeveel kamtanden lang die is. Ja, gewoon voor de lol. Ja, de centimeters per juist. En het gaat best wel hard volgens mij. Zeker. Dus. In één keer dacht ik, hè, wat is dit? Jongens, oh my god. Het is weer wat bruiner. Leo en Mila zijn even naar Legoland. Dus we hier ons haar even afmaken zo. Oh, I love it. Zo mooi. Yes. Oh, het valt zo heerlijk. Kijk nou. Oh, het is weer veel bruiner. Yes. Zo blij mee. Oké, okay, we zijn thuis. Maar heel snel van Mila aan het koken. En dan gaan wij zo... onze oppaster. We gaan ons klaarmaken en ik ga glammen boven en dat filmen. En dan hebben wij een borrel. Een industrieborrel, zeg maar. Heel leuk. Wij waren vroeger heel vaak naar die borrel, maar nu weer stuur ze een berichtje bij de kamer. Ja, vet leuk. Maar ik ga me daar even voor get glammen en kletsen en zo. Oké. Okay. Kijk of die klaar is. Ja. Smaak voor Mila eten. We gaan denk ik even onderweg ergens. Gezeten, dat we tegenkomen. Oké, okay, ik ga filmen voor Beauty Loss. De oppas is er voor Mila, die is lekker buiten aan het spelen. De oppas erbij. Ik kan nu filmen. Ik ben ready voor de borrel. De look. Zo. So, hop. Get Glam With Me, of Get Ready With Me opgenomen eigenlijk. Ik zit even te denken, moet ik nog iets meenemen? Volgens mij heb ik alles. Ja, mijn portemonnee ligt beneden. Nee, die ligt hier. Hop. Ik ga wel kijken of ik iets met mijn telefoon kan vloggen. Wellicht. Wij zijn beland bij een borrel met een ballenbak. Ja. Te grappig.
Die zijn echt cool.